Dit moet er dus gebeuren op 9 oktober in de museumtuin. Er is veel protest in de stad en zelfs al een petitie gestart om dit te voorkomen. Die nu al 1000 keer is ondertekend. Maar de welstandscommissie heeft er minder moeite mee. Na het aanbrengen van dit kunstwerk is nog steeds die herkenbaarheid aanwezig. En kunnen we ervan spreken dat daar op een bijzondere wijze een nieuwe tijdlaag aan wordt toegevoegd. Maar ook de politiek vindt er wat van. Zoals fractieleider Irene Koenen van GewoonDordt. Ja, nou dat is dus een beetje het dilemma. Als je inderdaad als de overbuurvrouw kunst of kozijnen wil, dan wordt ze verguisd en aangeschreven en weet ik veel wat. En dit mag dan ineens, omdat het kunst is. Dus ja, zou je dan ook als argument kunnen gebruiken als huiseigenaar van ja, maar dit vind ik kunst, dus dan mag ik dat ook doen. Verbazing dus. Toch heeft de Welstandscommissie een voorlopig advies uitgebracht. Als ik de adviezen samenvat, dan kan ik denk ik concluderen dat de commissie van mening is dat een aantal belangrijke elementen in de tuinmuur, zoals de poort en het smeedijzeren hek, intact blijven. Daarnaast wordt er volgens de commissie de ziel van het monument niet aangetast. Er is volgens hen zorgvuldig nagedacht over plan. En door het hekwerk wordt er een extra verhaal toegevoegd aan de omgeving. Dus concluderend is de commissie positief. Een positief voorlopig advies dus. Het definitief advies komt als de Rijksdienst over besloten heeft en als er een termijn is vastgesteld wanneer de originele muur terugkomt. Toch twijfelt Koenen aan het hele advies. Ja, nou ja, ik vind van alles van de Welstandscommissie. Wij hebben ook duidelijk in ons programma staan dat die afgeschaft mag worden. Juist doordat er altijd iets subjectiefs in zit. Weet je, je kan het nooit volgens objectieve maatstaven beoordelen, dit soort dingen. Een commissie die dan het wel best vindt, ja, waarom vindt die dan bij iemand anders in de stad een geveltje of wat dan ook ineens helemaal niet de bedoeling? Als je hier bij wijze van spreken trapleuning in je huis hebt waar er maar een aantal van zijn, dan mag je die niet slopen. Ik bedoel, en dit mag dan ineens wel. Dat is raar. Volgens Koenen is het niet aan de raad om na het beslissen van de budgetten hier te verdiepen in de uitvoering van een project. Het is daarna aan de wethouder, aan de verantwoordelijk wethouder, dat is Sleking, om ervoor te zorgen dat dat ook in goede banen gaat. En die is de echte verantwoordelijke, ook op dit thema. Ik bedoel, dus als die stoer is, dan zegt hij gewoon, luister, de stad wil dit niet, we gaan het niet doen.